Ja, hoi Margreet. Ik ben onderweg, zoals je ziet, naar zanger, danser en musical performer Ivo Tjundro. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wat de dag mij gaat brengen, weet ik niet, maar dat zien we zo. Later. En dan gaan wij overschakelen naar Mike Staring. En die is met Ivo. En Ivo, die is zanger. En een hele goede zanger. Maar ook danser. En eigenlijk performer en een musical kind. Laat ik het zo maar zeggen. Over naar Mike en Ivo. Nou, zoals ik al vertelde, loop ik vandaag een dag mee met Ivo. Even aanbellen. Wat woon je lekker hoog? Goed hè? Ja, is goed voor de conditie. Oh, hier ben je. Slechte timing heb je. Hoezo? Ik ben net klaar met scheren. Oh, je staat nog helemaal in. Ik sta nog helemaal bezig. Maar wat gaan we doen? We gaan naar The Little Mermaid. Dat meen je niet. Dat waarom? Meen ik. Waarom? Omdat ik vanavond Prins Erik mag spelen. Je speelt gewoon de fucking hoofdrol. Vanavond wel. Kijk, nou, mag ik even meelopen? Ik loop niet mee de douche in hoor. Maar, nou, hoe laat moeten we er zijn? Nou, omdat het vandaag zo sneeuwt, gaan we om 2 uur al met de bus. Nou, ik kijk op mijn horloge, dan moet je opschieten. Ja. Nou, ik wacht wel even. Goed. Tot zo. Nou, je doucht snel. Ja, we hebben haast. Ja. Maar ik wil wel even wat leuke dingen. Wat leuke dingen zien. Ja, wat is dit? Deze. Het is altijd leuk om bij mensen thuis te kijken. Ja, je bent gewoon nieuwsgierig. Ja, precies. Deze heb ik gekregen toen ik afscheid nam bij Hans Klok, de tour. Ja. Of toen ik wegging. Ik heb hierachter staan allemaal hele lieve berichtjes van alle castleden. En dit is eigenlijk een foto uit het programmaboekje. Dit is Josephine, de assistente van Hans en Dipnik. Wat leuk. En die is getekend met bril, omdat ik altijd een bril op heb. Hé, hey, wat grappig, want Hans zit straks ook in de uitzending bij Margreet. Oh, wat goed. In de venster. Nou, toevallig. Ja. Helemaal goed. Hoe is het om met Hans samen te werken? Ik vond het fantastisch. Ja? Ja. Ik heb deze gedaan, dus de voorstelling in Carré. En daarna heeft hij mij meegevraagd naar Duitsland. Zijn we 6 weken een kersttournee gaan doen. En dat was fantastisch. Jij wil wat leuke dingen zien. Ja, ik loop even. Want je bent natuurlijk heel nieuwsgierig. Oh, hier slaap je, inderdaad. Wat is dit? Deze wil ik laten zien, want toen was ik een beetje een model voor Peppy Jeans. Toen heb ik deze hele jeanscampagne gedaan. Wie ben jij? Ja. Wow. Toen ben ik gecast op mijn billen. Een goede moves? Ja. Op je billen? Ja, echt. Voor de casting. Dus je begint er zelf over, hè? Ja, maar we zijn nu alweer wat jaar verder, hè? Okay. Maar dan is er één foto die ik graag wil laten zien. Even kijken of ik hem snel kan vinden. Waar ik echt heel trots op ben. Wat tevens ook mijn grootste blunder is aan mijn carrière. Maar. Waarom je grootste blunder? Dat ga ik zo vertellen. Het is trouwens een boek over de carrière van Guus Verstraeten. De regisseur, hè? De regisseur van Nederland. En als ik hem kan vinden. Nou, wat erg, wat irritant. Doe rustig aan, we hebben alle tijd. Nee, dat is niet. Maar het is ook wel goed dat je niet weet waar die precies staat. Want anders zou je er wel heel ijdel. Dat ik elke dag. Oh, even kijken naar de foto. Want vertel alvast het verhaal. Oké, nou, ik heb in mijn danscarrière nog nooit iemand laten vallen uit de lift. Nog nooit. Een lift. Leg even uit je kop. Een lift, dat je een meisje de lucht in tilt. Dat had ik dus nog nooit gedaan. Totdat ik mocht werken met de allergrote Vanessa Williams. Tering. Oh, hier sta je. Kijk, dus Boris. Boris Gusje, die heb ik ook geïnterviewd. Wat leuk. Oh, kijk. Ja. Ja. Goed vriendje. En wie heb ik dus wel laten vallen? Nee. Mevrouw Vanessa Williams. En? Hoe reageerde ze? Vertel het zelf maar voordat je voordat je erachter komt. Was ze boos? Ik ben met schaamte. Kijk, deze broek ben ik uitgescheurd van voor tot achter. Omdat ik uitgleed. Toen was ik te laat om haar op te tillen. En zij dacht dat we al de lucht in gingen. En daar lag ze, zeg maar. En toen ben ik echt op handen en voeten haar kleedkamer ingegaan in de pauze. Smekend om vergiffenis van de grote Vanessa Williams. En gelukkig is zij gewend om theater te doen. En zei ze tegen mij, honey, 8 shows a week, shit happens. Al wat lief. En ze was heel cool. En ze heeft me toen, natuurlijk zoals ze dat grote sterren dat doen, come to New York, come visit me. Dat heb je gedaan. Dat heb ik natuurlijk gedaan, we zijn nu beste vrienden. Kijk, op Facebook. Op Facebook. Maar deze foto ben ik dus echt heel trots op. Ja, natuurlijk. Nou, schiet op. Met de man, ja. En nou sta je weer in de keuken. Wat ben je aan het doen? Ik denk elke dag een shakeje.
Mijn gezondheidsshake met lijnzaad en sojaproteïne. Zodat ik lekker op kracht blijf en sterk, zodat ik kan sporten en s'avonds ook nog een beetje energie heb om de voorstelling te doen eigenlijk. En dat doe je altijd lekker op je gemak. ja, heel relaxed. We hebben eerst nog maar een kwartier voordat die bus vertrekt. Sterkte. Dankjewel. Doei, veiligheid. Jij kent ook iedereen, hè? Nou ja, als je het vak al een tijdje doet, dan ken je heel veel mensen. En dan is dit de gezellige plek. Wat heel even, dit zijn allemaal bussen van allemaal musicals die we hier zien. Ja, dat is de Jap Jum daar zo en dat is Annie. Nou, en die anderen zullen ook nog wel gaan vertrekken. Kom, we gaan de bus in. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Oh, überhaupt bij het vliegen. We zijn er! Kom. Waar gaan we naartoe? We gaan natuurlijk naar binnen in de artiesten in. We zijn natuurlijk een beetje te vroeg, want de fans zijn er nog niet. Waar zijn mijn fans? Tada! Nou, welkom in my office. Ik weet niet of jullie daar staan. Nou, dit is dan echt mijn office. Kijk, hier zit ik. Oh ja, we moeten weer helemaal inruimen. Daar hebben we dan wel tijd voor. En hij is nu nog een beetje leeg, omdat er een evenement was. Dus dan moeten wij alles eruit gooien. Nou, dan kunnen we het weer helemaal gaan uitstallen. Dit is ons kleine keukentje. Hoe vaak speel je de voorstelling hiervan? Gemiddeld 6 keer in de week. En dat wisselt, soms zijn het er 5, soms zijn het er 7. Maar elke week is anders. Dus daarom ook weer komen we langs het memo-bord waar je altijd kan zien hoe de volgende week eruit ziet. Nou, en dan bestaat het vooral natuurlijk uit heel veel gangen, want er zijn natuurlijk heel veel kleedkamers. Maar het is inderdaad een doolhof. Het is een doolhof. Nou, deze heb ik ook gespeeld. Laat maar raad, dit is Jozef. Dit is Jozef. Freek. En Jozef heb ik toch wel een stuk of 60 keer gedaan. Het is een van mijn favoriete rollen. Waarom? Omdat ik opgegroeid ben heel erg met de Bijbel. Mijn moeder heeft me dit verhaal altijd verteld. Dus ik kende het verhaal vanaf heel jong. En het feit dat je dan in een musical in je carrière dan dat verhaal mag gaan vertellen. Want vanaf welke leeftijd had jij zoiets van ik wil danser, performer, musical artist? Wanneer ging het borrelen? Eigenlijk heel laat. Dit is weer Prins Erik. Ik ben toen naar Nederland gekomen en toen heb ik eerst iets anders gestudeerd. Ik heb management, economie en recht gedaan. Ik heb kinderpsychologie gedaan op de universiteit. Alleen ik kwam nooit, want het interesseerde me niet genoeg. Dus toen ben ik weggestuurd met de opdracht, ga jij maar eens nadenken over wat je echt wil. En nou, toen kwam het eigenlijk. Toen dacht ik wil een opleiding doen die zingen, dansen en acteren inhoudt. Ik wilde dan, als ik dat ging doen, dan wilde ik ze alle drie tegelijk ontwikkelen. En zo ben ik bij Lucia Martens terechtgekomen en die heeft mij een kans gegeven omdat ik eigenlijk nog nooit lessen had gedaan of een balletles bijvoorbeeld, geen idee. Maar Lucia die zag dus blijkbaar iets in mij waar ik haar nog steeds echt super dankbaar voor ben. Zij heeft me die school binnengetrokken en ze heeft me nooit meer laten gaan. Want wat is jouw sterkste kant? Weet je dat van jezelf? Mijn sterkste kant, ja. Of wat anderen van jou zeggen? Nou, ik heb de meeste tijd, de meeste uren heb ik gestoken in een goede danser worden. Omdat dat het eerste, ja, dat was de eerste discipline bij Lucia. Dus ik denk dat ik eigenlijk, kijk, dit ben ik. dat dansen is nog steeds mijn eerste discipline, maar ik ben nu 36. En dus wisselt dat naar dat je andere dingen moet gaan ontwikkelen. Je krijgt sneller blessures, het heelt allemaal minder goed en doet gewoon veel meer pijn in je lijf dansen. Dus nou komt het punt dat ik toch echt meer moet gaan zingen en spelen of niet moet, wil. En gelukkig lukt dat ook wel. Dat ik in mijn ensembleplek zoals hier ben ik dan, weet je wel, nog wel de danser. Maar als cover ben ik natuurlijk, zoals vanavond, ga ik natuurlijk alleen maar zingen en spelen. Ik zie hier steeds gewoon, gaan we daar naartoe of nog niet? Nou, dat kunnen we wel eventjes doen. Ik ga eerst even laten zien waar de pruik zijn. Goedemiddag. Dag. Dus hier kom ik straks voor de show mijn pruik ophalen. Want hoe lang duurt het tot jij Prins Erik bent, toch? Ja, daar heb ik echt heel veel voor nodig. Ja, dat dacht ik wel. Nee, dat valt wel mee. Het is eigenlijk een heel simpel make-upje.
En mijn pruik, is dit mijn pruik? Ja. Kijk, daar staat hij al klaar. Kijk, jij wilde, ik weet dat dit is jouw favoriete rol. Kijk eens. Oh ja. Ja. Nee, Sebastiaan. Nee, maar dan moet ik even uitleggen. Ik zou het kort houden, want het gaat om jou. Vroeger deed ik de Disney Club en toen heb ik dit nummer ooit moeten zingen. Ja. Diep in de zee, diep in de zee. Dus dit is... Juan, hè? Juan Wels. Juan Wels. Even een kleine... Kleine rundlaai toen. Je spreekt ook een behoorlijk woordje over de grens. Ja, het is, ik ben zo internationaal. Nou, want daarover gesproken, ja. Jij bent veel te bescheiden, maar daarom ga ik het zelf wel zeggen. Ja, doe maar. Jij hebt gewoon gedanst met Kylie Minogue. De ik enige maar, echte. Dat bedoel ik. Ja. Met Enrico Iglesias. Ja. Met, vertel, waarom je bent te bescheiden. Ik zal je zeggen, Kylie Minogue is de toch wel een van de grootste met wie ik heb mogen werken. Maar ook de meest relaxte. En toegankelijk. Toegankelijk en... ik mocht heel makkelijk met haar op de foto en na het optreden kwam zij ons een aantal flesjes champagne brengen. Dat we met z'n allen konden toasten op het optreden. Ik heb helaas maar één optreden mogen doen bij Wetten Das in Duitsland. Maar zij was echt heel relaxed. Ja. Terug naar jou, waar gaan we naartoe? Back to me, kom, ja, we gaan naar het toneel. Stage. Het is, het is donker, maar we kunnen oké, kom. Ja, joh, dat we gaan het eventjes, ook spannend. Eventjes mijn uitzicht elke avond. Ja. Kijk eens. Dit is toch fantastisch? Wauw. Ik kan ook altijd heel erg genieten van een lege zaal. Ik weet niet waarom, maar dat is... Ik heb toen ik die tour gedaan heb met Hans bijvoorbeeld in Duitsland. Hans Klok. Heb ik van elke lege zaal 's middags een foto gemaakt. Gewoon om ik wou net zeggen, want nu suggereer je dat Hans altijd voor lege zalen staat. Dat zou je zelf heel leuk vinden. Nee, het was altijd chockvol. Maar ik vind zo'n lege zaal iets hebben. Het is een beetje stilte voor de storm of hoe je het ook wil noemen. Wat gaat er dan kriebelen bij jou? Maar ik vind het bijzonder. Als ik dit zie, ja? Als ik in Beatrix ben, dan denk ik altijd aan wat ik hier allemaal al gedaan heb. Dus ik heb Jozef hier mogen spelen en We'll Rock You en nog wat evenementen. Dat is dan dat ik altijd denk, jee, wat ben je nou eigenlijk alweer lang bezig. En op de een of andere manier kom ik dus altijd weer terug in Utrecht. Ik ga je nu even mijn dagelijkse plekje laten zien. Dit even tussendoor is de geluidskooi, zeg maar. Daar liggen alle microfoontjes al klaar daar voor vanavond. En daar moeten we dan straks langs om de zender te halen. En dit is het mannenhok, zeg maar. Hier zitten alle mannen. En dit is mijn plekje. Dit is voor de snelle kledijwisseling? Dit is voor mijn ensembleplek, dus niet wat ik vanavond ga doen. Okay. Maar zeg maar hangen alle kostuums die ik dan aan heb, zeg maar. Ja. Ik ben hier gaan staan, want hier is meer licht. Okay, oh, wat goed. Ziet er mooi uit. Erik, ik wil lopen. Maar ze heeft geen stem als oh, ze wil waar, lopen. Dat is waar. Dus dat en dit is mijn... we hadden afgesproken met alle mannen dat iedereen posters op zou hangen. En dan dacht ik, ja, ik ben vrijgezel, dus ik moet mooie mannen ophangen, zodat ik die ga aantrekken. Maar heel even, ik vind Arie een schat, Arie Boomsma. Ja, maar dat is toch een fijne man. Meen je dat nou echt? Nou, ik vind het wel een fijne man. Waarom? Heel veel redenen. Hij is wijs, hij is knap. Geloof. Hij is, ook. Nou ja, omdat je net vertelde over je moeder. En over Het zou toch wel best wel fijn als je dan een partner hebt die in ieder geval daar begrip voor heeft. En die daar voor open staat, weet je wel. Niet dat ik altijd jongens heb gehad die enorme de hel aanbidden of zoiets. Satan. Maar, Satan aanbidden, maar dat is, ik vind het wel, ik vind het wel belangrijk dat iemand dat begrijpt. Dat is wel een deeltje van mij, absoluut. Ja. Dus je bent nu nog vrijgezel dus? Ja. Nou, doe een oproep. Lieve jongens van Nederland en Vlaanderen. En door. Oh, dit is Sebastiaan, die herken ik. Ja, en door. En door. Het gaat om jou. Today. Ja, dat is waar. Dan zit je in de musical The Little Mermaid. Ja. Die wordt gespeeld door Tommy. Ja. Dan krijg je 1:08. Hoe laat beginnen jullie? 7. 7. Ja. 7:01 te horen. De rol van Tommy wordt gespeeld door Ivo Tjondre. Ja. Hoe dat is? Ja. Nou, voor jou. Voor mij. Fantastisch. Nou, gelukkig, maar het publiek. Nou, fantastisch. Gelukkig wordt dat tegenwoordig dus niet meer omgeroepen zoals jij dat zegt. Dat het om 1 minuut voor de aanvang beginnen en dat dan gaan zeggen. Want dan sta je dus bij Jozef bijvoorbeeld. Komen mensen toch echt voor Freek. Freek Bartels. En stond ik daar, dat vergeet ik ook nooit meer. Er was een heel groot, hoog ding daar gebeurd. Waar bij die punt van, de rechterpunt van het boek daarboven sta je dan. Achter een hele grote ster. In je mooie outfit.
En dan hoor je dat omgeroepen en dan is de doek nog dicht. Maar je hoort uit de zaal gewoon de teleurstelling. Dat mensen echt, en dat begrijp ik ook. Want als je een kaartje koopt voor een voorstelling, dan wil je die persoon zien. Dus dat snap ik heel goed. Als ik in New York naar een voorstelling ga, wil ik ook de eerste cast. Dat is gewoon logisch. Maar het mooie van een understudy is dan om de mensen dat te doen vergeten. En daar heb je eigenlijk, geloof ik, de eerste 10 minuten voor. En als ze dan nog aan het denken zijn van, jammer dat Freek er niet is, dan heb je het niet goed gedaan. Want je moet gewoon jezelf er helemaal in gooien, je alles geven. En hopen dat mensen aan het eind van de avond denken, oh, dat maakt natuurlijk eigenlijk helemaal niet uit wie de rol speelt, als het maar goed gespeeld wordt. En ik heb toch wel een paar keer gehad dat mensen dan daarna bij de artiesteningang staan om te vertellen dat ze eerst heel teleurgesteld waren en mij niet kenden en we kenden jou helemaal niet. Maar wat ben je goed? Of wat heb je ons ontroerd? Of wat heb je ons meegenomen in het verhaal? Dus dan, dat is het. Daarvoor doe je het. Maar het is het lot van een understudy. En vanavond zullen er mensen misschien ook een beetje teleurgesteld zijn dat ze Tommy niet hebben. Zijn we nu warm? Want dan moet je nu nog een hele voorstelling. Ja, hysterisch hè. Maar dit doen we ook niet elke week. Dit is om de week op vrijdag doen we of Pilates of dit, zeg maar. Of een les. Maar ben je nou niet helemaal kapot? Ja, ik ben wel kapot, maar mijn energie zit zeg maar hier. Dus dat is heel goed. En dan gaan we nu meteen vocal, dus stem opwarmen meteen. Maar daar doe ik even wat aan. Nou, we hebben alle voorbereidingen gehad. Dus het lichaam is warm, de stem is warm. Gaan we nou patat eten? Ja, kom. Hamburgers met patat, kom. Echt? Dat meen je niet. Dat meen ik. Dan heb je net een uur zo'n trainen en dan komt het er weer aan. Het is erg, hè? Hallo. Hi. Het is onze lieve Ursulette. Heb je net met mensen alles aan het vertellen hoe het achter de schermen gaat? Een beetje. Heb je Zumba-les meestal? Ja, zie je het? Zweet! En hoe? En dan gaan we nu dus patat eten, zoals heel het hoort. Heel goed, dan mag het. Snap je? Ik voel me eigenlijk heel schoon. Nou, weet je, maar het ziet er goed uit. Ja, dat sowieso. Eten is heel lekker hier. Maar ik heb natuurlijk wel net heel veel verbrand, dus dan mag het er nu maar aan. En hoe zit nu je planning erin? Eet smakelijk trouwens. Het is nu... eruit moet ik zeggen, je planning. Het is nu 5 of 6. En officieel moet ik dan om 5:45 soundchecken, dus dan moet ik voor 5:45 mijn zender op hebben. Dus dan moet ik een beetje dooreten. En dan ga ik soundchecken, daarna gaan we de pruik opzetten, rustig aankleden, zodat ik om 5:30, 6:50 klaar ben. Hey, en dan heb ik nog rustig 20 minuutjes. Dankjewel. Waar lopen we nu naartoe, Ivan? We gaan nu naar het toneel. Want ik ga even soundchecken. Want als je, zoals ik, understudy bent, dan speel je niet zo vaak. Dus als je dan moet spelen, moet je even checken hoe het klinkt. Dansen is een taal, wat heel bijzonder en speciaal. En het leek wel of je iets tegen me zei. En elke kleine stap brengt je dichterbij. Hoe lang zitten we nou voor de voorstelling? Hoe laat is het? Het is bijna 1:30 voor aanvang. En nu ga je je make-up doen? En nu ga ik even een... Kijk, Erik is natuurlijk iets van 18 volgens mij. Nou Ivo, ik laat jou even rustig hier in de kleedkamer, zodat je je helemaal kunt voorbereiden. Kijk, dat bedoel ik. Heel veel toi toi toi. We mogen een klein stukje van de voorstelling laten zien, maar dan zie ik je daarna na de voorstelling. Helemaal goed. Okay. Veel plezier, hè? Dankjewel. Zoiets. Ivo, mag ik even tussen? Heel even. Ik begrijp de ontlading, want de show is net klaar. Hoe ging het? Nou, het ging eigenlijk wel goed.
ik was weer zoals altijd, en dat doe ik mezelf aan, het slaat helemaal nergens op, ben ik bloednerveus. Om 6:55, of ik het allemaal wel weet en of alle teksten er wel zijn en de dansjes en zo. Ja, ik weet niet, dat overkomt me dan. Maar dat is puur omdat je dan niet de gewenning hebt. Hè. Als je het elke dag doet, dan kan je er gewoon vertrouwen dat het er zit. En als je het één keer in de twee weken doet, dan is het soort van fingers crossed hopen dat eruit komt wat je wil dat eruit komt. Maar gelukkig kwam het eruit. Kijk. Dus het was eigenlijk wel een hele goede show vanavond. Ja. We zitten weer in de bus terug naar Amsterdam. Back on the boat. Tot wanneer speel je deze voorstelling? We spelen tot juli 2013. Ja. En dan? Want hoe zie je jezelf even in die glazen bol kijken? Was het maar zo, alsof we dat zouden kunnen doen. Ja. Wat zou je nog heel graag willen? Heel graag willen? Nou, ik heb stiekem... wat zou ik nog heel graag willen? Nou, ik wil meer zingen. Ja. Ik wil gewoon meer zingen. Dat is eigenlijk wat er ook qua leeftijd en dansen, weet je, qua lichaam en zo, dat je dat gewoon minder makkelijk gaat. Maar ik merk ook dat ik echt heel veel plezier haal uit spelen en zingen. Zoals vanavond, dan ben ik echt voldaan, weet je wel. Dan heb ik echt iets kunnen geven aan de zaal. Dus ja, als ik in de glazen bol kijk, dan ga ik meer zingen. Dan komt er gewoon een album van Ivo met videoclips en alles. En, kijk. Ja. Nou, ga lekker genieten van een mooie avond. Ga ik doen. Dankjewel en leuk dat ik mee mocht. Doei. Doei.